Nou, ik ben Guy van der Weijer en ik zit bij Allround Media Maken. Ik ben Ronald de Becker. Ik ben Larissa. Ik doe nu het laatste jaar DTP, eigenlijk Allround Media Maker. Dat is vroeger de opleiding Allround DTP, dus we leiden eigenlijk op tot voor DTP'ers. Alleen ze hebben de naam veranderd omdat er tegenwoordig wel wat meer bij komt kijken dan alleen de traditionele grafische opmaakprogramma's. Als Allround Media Maker zijn bedrijven we gericht op zoek naar mensen die echt handig zijn in de programma's die we gebruiken van Adobe. Dus vooral InDesign en Photoshop, Illustrator, dat zijn er echt wel de drie hoofdprogramma's zeg maar, die gebruikt zullen worden. Je gaat, ik denk in de eerste eigenlijk best wel veel leren. Zeg maar, je gaat echt diep in de programma's erop in. En je krijgt in de tweede en derde ga je ook echt een keuzedeel krijgen. Dat is dan een vak wat verdeeld wordt in meerdere opties. En daar kun je dan één in kiezen. Daar kun je dieper ingaan op Photoshop of op InDesign. Zeg maar. Dat is net wat jij dan als voorkeur hebt gekozen. Wij gebruiken voornamelijk eigenlijk InDesign. Daar maak je heel veel dingen op voor print. Maar dat kan ook voor webdesign bijvoorbeeld. En Illustrator gebruiken we ook al deels om logo's en dat soort dingen nog bij te ontwerpen. Adobe is dus heel belangrijk voor een allround media maker, want daar zijn ze echt de hele dag mee bezig. En daarom nemen wij hier bij Sint-Lucas ook zelf Adobe-examens af. Voordeel daarvan is dat die wereldwijd erkend zijn. Een mbo-diploma, dat zegt in het buitenland natuurlijk niet zo heel erg veel. Ze weten niet eens wat een mbo is eigenlijk. En zo'n Adobe-certificaat is over de hele wereld erkend. Die examens worden over de hele wereld afgenomen en die zijn ook overal hetzelfde. Dus ook in het buitenland weten ze dan precies wat je hebt moeten doen om zo'n certificaat te behalen. Sint-Lucas vind ik gewoon, heeft gewoon een hele fijne sfeer en het is niet per klas ingedeeld. Je kan gewoon bij iedereen aankloppen om te vragen voor advies of van kijk eens even naar wat ik heb gemaakt. En dat vind ik gewoon, dat vind ik wel leuk. Ja, de sfeer onder elkaar is wel gewoon prettig, zeg maar. Het is niet dat je hier echt veroordeeld wordt op hoe jij dingen maakt.